Nu gaan we ons document verfraaien met hyperlinks of links. En dat gaan we doen met behulp van externe links, dus bijvoorbeeld websites, maar we gaan ook linken binnen ons document. En dat gaan we doen aan de hulp van bladwijzers. Ook hiervoor gebruik ik ons Genkse document. Je kent het document ondertussen. Een titelblad, inhoudsopgave en wat tekst. Gaan we eens eventjes kijken. Hier lijkt mij plaats voldoende om links te gaan toevoegen. Ik ga even ervoor zorgen dat die opmaak nu gewist is. Ik kies een ander lettertype, zodanig dat dat wat opvalt. Wat ik nu ga doen is al gebruik maken van een van de auto-completion functies van LibreOffice. Wat wil dat zeggen? Stel dat je iets ingeeft, bijvoorbeeld het trademark teken en je drukt op de spatiebalk. Dan gaat hij zelf zeggen, als je haakje C haakje ingeeft, dus een rond haakje C, en opnieuw het sluiten van een rond haakje geeft aan de spatiebalk, dan gaat hij daar zelf een nieuw symbool bijvoorbeeld van maken. Dit heet auto-completion. LibreOffice gaat iets voor jou aanvullen of omzetten. Datzelfde doet hij als ik liggend streepje groter dan en ik druk op de spatiebalk, dan maakt hij daar een echt pijltje van. En dit is wel duidelijk om een aantal links te gaan aangeven. Wat gaan we doen? We gaan een website bezoeken. Dat zal die van genk.be worden. We gaan datzelfde nog eens doen, maar we gaan proberen een knop te maken in plaats van een stukje tekst. Het is ook mogelijk om vanuit LibreOffice rechtstreeks een e-mail te sturen naar de burgemeester. Voilà, dat gaan we ook testen. We kunnen ook een ander document openen. Open de brief van Jan Peters, die we in het vorige filmpje gemaakt hadden. En nog handig, terug naar boven. We kunnen daar een tweede maken eigenlijk. Niet alleen terug naar boven, we gaan daar iets anders van maken. Terug naar inhoudsopgave. Dat lijkt me interessanter als we met hyperlinks gaan werken. En een laatste bijvoorbeeld, we gaan eens kijken of we naar rechtstreeks vanuit dit stukje tekst naar het KRC Genk logo kunnen springen. Er zijn een aantal voorbeelden van links die we zouden kunnen maken. Nu, jullie weten ondertussen ook dat LibreOffice zelf al probeert te achterhalen wanneer dat jij een link typt. Dus als jij ingeeft www.genk.be en je drukt op enter, dan weet je dat LibreOffice daar een hyperlink van maakt. Ga je daar met de muis over, dan zie je Ctrl-klik om de hyperlink te volgen. Hij heeft daar zelf van gemaakt. Ik zal het nog eens laten zien. http dubbelpunt schuine streep 2 maal en dan www.genk.be. Dus je weet dat dat werkt. Stel dat je die hyperlink niet wil hebben, dan kan je daar gewoon rechtermuisknop op drukken op dat stukje tekst en je kan zeggen hyperlink verwijderen en hij zal weg zijn. Stel dat je zegt hij moet niet naar genk.be gaan, ook al staat die tekst daar, dus ik zal het even ongedaan maken, dan kan je een hyperlink altijd via de rechtermuisknop nog gaan bewerken. Hij kan dan zeggen, hij moet niet naar genk.be gaan, maar naar uit in Genk. Toepassen, sluiten. En ook al staat hier www.genk.be, als ik er met de muis op ga staan, dan zie je, hij zal verwijzen naar uit in genk.be. Dus je kan een hyperlink altijd aanpassen. Nu, we gingen nog hyperlinks aanmaken, dat gingen we weer boven doen. Ik wil een hyperlink aanmaken alleen op dit stukje tekst, dus niet op bezoek. Ik selecteer alleen genk.be en ik kan hier van boven drukken op de knop hyperlink. Of ik druk op invoegen, hyperlink, dan kom je op hetzelfde neer. Als eerste gaan we dus een internet hyperlink gaan gebruiken. Uiteraard gaan we een webpagina bezoeken. Je zou het file transfer protocol kunnen gebruiken om rechtstreeks naar een bestand te linken dat op een FTP server staat. Je hoeft hier niet http doelpunt en 2 maal de schuine streep te gebruiken. LibreOffice herkent dat zelf. Ik druk gewoon op toepassen. Je weet misschien als je wat van HTML code kent dat je een aantal frames kan gaan selecteren. Bijvoorbeeld als ik underscore bar blank doe, dan weet je dat hij een nieuw blanco frame zal openen. Toepassen, sluiten en je gaat zien dat dit al onderlijnd is. Dus we gaan dat zo dadelijk ook even uittesten. Wat wil ik nog kunnen doen? Bezoek Genk, maar hiervan wil ik geen tekst maken, maar wil ik een knop maken dat wel werkt op dezelfde manier. Hyperlink aanduiden, opnieuw naar www.genk. Even met de muis uit de weg gaan, .be, en in plaats van dat het een vorm tekst krijgt, wordt dit een knop. Ik ga het laten zien, toepassen, sluiten, en je ziet dat het een knop geworden is, die ook verwijst naar de website van Genk. Ik wil ook een e-mail kunnen sturen naar de burgemeester. Ook dit werkt gelijkaardig, je kiest niet internet, maar je kiest e-mail. Wat is de geadresseerde? burgemeester@genk.be. Stel dat je altijd wil voorstellen dat het onderwerp
over de sportclubs zal gaan. En dan kan je hier beneden nog altijd de tekst zelf veranderen. Dus als je zegt, dat moet niet de burgemeester zijn, maar onze. Je ziet hier nu nog de staan, maar dat zal zo dadelijk onze worden. Je kan de hyperlink zelf ook nog een naam geven, maar nu niet zo heel belangrijk. Ik druk sluiten en je ziet, het wordt e-mail naar onze burgemeester. Open de brief van Jan Peters. Dat stukje tekst ga ik ook selecteren. Ik zeg hyperlink aanmaken. Naar waar? Naar een document. Waar staat dat document? Dat kunnen we gaan zoeken in Verkenner. Bijvoorbeeld de brief van de workshop van Jan Peters. Je drukt openen, toepassen en sluiten. En ook dit is een hyperlink geworden. Nu, deze zullen we al even testen. Als ik bijvoorbeeld de Ctrl-toets indruk en ik druk de link aan, dan zou mijn Google Chrome moeten opstarten en zou die moeten rechtstreeks surfen naar genk.be. Dus dat werkt vlekloos. Zou de e-mail ook werken? Nu, ik heb voor jullie heel snel nog Outlook geïnstalleerd. Ik gebruik het zelf niet, maar het is het duidelijkste om jullie te laten zien dat het e-mailadres al ingevuld is en dat ook het onderwerp al meegegeven werd aan de e-mail. Dus dat is zeker zo handig. De e-mail moet niet verstuurd worden. Kunnen we de brief van Jan Peters ook openen? Dat gaan we testen. Control, ik ga even terug dit writervenster binnen beeld slepen, dus dan ga je zien. De brief ICT Workshops is geopend, dus dat werkt ook. Wat is nu iets nieuw? Stel dat je gaat werken met die hyperlinks, en bijvoorbeeld onze inhoudsopgave, je weet dat uit een vorig filmpje, dit zijn hyperlinks, want ook die kan je gebruiken. Ik druk de Ctrl-toets in en ik ga naar beneden. Dan is het handig als je zo dadelijk surft, of dit document gebruikt als een PDF-document, dat je ook een knopje hebt om terug naar boven naar de inhoudsopgave te gaan. Om te bepalen dat een plaats in een document ook bereikbaar moet zijn, dan moet je er een bladwijzer van maken. Je gaat zien, ik zou hier kunnen gaan staan, maar vaak is het interessanter als je hier klikt, zodat er een klein beetje witruimte is. Soms gebeurt er dat als je hier je bladwijzer zou plaatsen, en je gaat er zo dadelijk naartoe, dat LibreOffice dat juist helemaal bovenaan het scherm zet. Soms is het mooier als er een klein beetje witruimte is, en dan kan je dit laten staan. We gaan het nu eens proberen rechtstreeks ervoor. Hoe maak ik een bladwijzer? Ook eenvoudig in Writer, kiest invoegen. Oh, dan moet ik toch hier even gaan staan. Invoegen, bladwijzer. En je mag de bladwijzer naam geven. De inhoudsopgave. Zo, ik druk op OK. Ik had er nog eentje voorzien, als ik me niet vergis. Ik ga eens naar beneden kijken. Ja, ik wou ook kunnen springen naar het KRC Genk logo. Dat staat een klein beetje lager. Hier staat hij, die twee logo's. Invoegen, bladwijzers. En ik zal er iets simpel van maken. KRC Genk logo. Oké, ik heb twee bladwijzers aangemaakt. Even testen of die ook werken. Dat kan ik doen via de navigator. Het heeft niets met koppen te maken, maar wel met bladwijzers. Ik zie dat er twee bladwijzers zijn. Ik dubbelklik daarop om te kijken of die naar de bovenkant springt van de inhoudsopgave. En het logo, voilà, dat komt op de juiste plaats aan. Misschien dat dit een beetje te laag springt, dus ik ga die bladwijzer eens proberen te vervangen. Hoe doe ik dat? Opnieuw invoegen, bladwijzer, en ik zeg dit logo, dat mag je wegdoen. Deze bladwijzer. En we gaan eens hier tussen die twee logo's instaan, eens kijken wat dat geeft. Invoegen, bladwijzer, en nu maak ik hiervan, oei, hij heeft het vorige niet weggedaan. Logo, nieuwe plaats. Eens even kijken zo dadelijk wat dat de mooiste plaats gaat zijn. We kunnen dat document al bewaren, dat kan geen kwaad. En we gaan van boven nog die links in orde maken. Dus terug naar inhoudsopgave, ik dubbelklik eens op inhoudsopgave. Ik ga hier een hyperlink naar plaatsen. Binnen dit document, geen nieuw document, of geen bestaand document. Hier kan je een nieuw document aanmaken, dan kan je kiezen welk soort document zou er moeten aangemaakt worden. Maar nu wil ik binnen dit document, het doel in document, de inhoudsopgave gaan bereiken. Dus dat doe ik via dit knopje. Ik sleep dat even in beeld. Hij zal moeten springen naar de inhoudsopgave. Ik druk toepassen, sluiten, toepassen, sluiten. Ook dit is een hyperlink geworden. We kunnen hem al testen. Ik ga Ctrl klikken. Hij komt mooi in de inhoudsopgave uit. Dus datzelfde gaan we ook eens doen met de logo's. Dus hier, en we zullen eens kijken welke van de twee de mooiste wordt. Invoegen, bladwijzers. We zullen eens testen. Het KRC Genk logo. Oei, ik doe dat natuurlijk fout. Ik moet hier gaan naar een hyperlink maken van, ik sleep het weer in beeld,
de bladwijzer, het logo. We zullen het toepassen, sluiten, toepassen, sluiten. We gaan eens kijken als ik Ctrl-klik doe. Ah, dat komt perfect uit, gewoon omdat ik de witruimte geselecteerd had. Als we nu de andere getest hadden, dus we kunnen dit logo eens, deze hyperlink eens bewerken. En we zeggen je moet niet op deze bladwijzer terechtkomen, maar op de nieuwe plaats. Toepassen, sluiten, toepassen, sluiten. Dan gaan we dat opnieuw proberen. Dan ga je zien dat de logo's juist helemaal boven tegenaan zitten. Dat is het verschil met die witregels. Nu op zich komt dit nog prima uit, dus geen enkel probleem. Nu gaan we ook testen of die hyperlinks helemaal werken als we er een PDF-document van maken. De snelste manier is hier drukken op PDF, exporteren als een PDF-document. Ik ga het document gewoon genk.pdf noemen. Ik druk opslaan. Je gaat zien dat die van onder het PDF-document gaat exporteren. Nu zal ik ook een verkenner even openen. Ik weet dat mijn documenten niet daar staan, maar op de e-schijf in LibreOffice Writer. Genk.pdf. Je ziet dat ik Foxit Reader gebruik. Een gratis PDF-lezer die supersnel is. Het document ziet er eigenlijk heel proper uit, heel goed uit. Je ziet geen grijze achtergrond meer. Eens kijken of het handen worden. Voilà, dat worden handen. Dus normaal gezien zou ik kunnen drukken op geschiedenis. Voilà, hij komt mooi op dat stukje van geschiedenis uit. Hier een stukje tekst wegdoen. Eens lager kijken. Dit lijken mij inderdaad perfecte hyperlinks. Genk.be. Hij vraagt mij, wil je zeker connecteren met Genk? We gaan dat ook testen. Inderdaad, de browser komt alleszins terecht op www.genk.be. Werkt datzelfde ook met de knop? Blijkbaar wel, want hij komt het toch vragen. Mijn computer is een beetje trager. Dus ik heb het wel gedrukt, maar mijn Chrome opent zich nog niet. Daar is die. Dat was een beetje traag. De e-mail naar de burgemeester. Eens even checken, daar komt Outlook. Burgemeester, sportclubs. Dus dat lijkt allemaal te werken. De brief van Jan Peters, die kunnen we gaan openen. Je ziet dat hij het opent. Ik ga nu niet alles doen. Wat ik wel nog terug wil testen, terug naar inhoudsopgave. Voilà, komt prima uit. Heel aangenaam voor mensen die een stukje tekst moeten lezen. Als je hier een klein knopje bijvoorbeeld maakt, terug naar boven of terug naar inhoud. Je klikt daarop, dan kunnen mensen eigenlijk heel gemakkelijk door een document bladeren. Het laatste wat ik nog ga testen is het Kaarsje Genk logo. En voilà, je komt rechtstreeks op de logo's uit. Dus nu hebben we gewerkt met hyperlinks en daarvoor hebben we ook met bladwijzers gewerkt.